Goeiedag. Dit is Regio Nieuws TV Suriname van 22 mei 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Cyanideprobleem is een hot item. Inwoners van Brokopondo in actie. 5 juni 1873 arriveerde het schip de Lalaro. Big Yara wordt groots gevierd. En wie heeft de status van bekwame burger binnen de CARICOM en dus ook in Suriname? En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Dagelijks op de hoogte blijven, download dan onze app Regio Nieuws TV en nieuws melden kan naar suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.